Hallo, ik ben Dirk Schoofs. Ik wil jullie Toggle laten zien. Toggle is een time tracker die probleemloos en erg transparant de tijd bijhoudt die je spendeert aan verschillende projecten. Je moet eigenlijk gewoon je e-mailadres en een wachtwoord ingeven en dan kan je meteen vertrekken met Toggle. Ben je nog niet geregistreerd, dan gebruik je hier even de sign-up knop. Je geeft je e-mailadres in. Je verzint zelf een wachtwoord, dat krijg je niet van Toggle. En vanaf dan kan je aan de slag. Dat registreren heb ik al gedaan. Dus ga ik hier even inloggen. En dan kom je op de homepage. Ik ben al een tijdje bezig met Toggle, maar ik ga jullie nu tonen hoe je daarmee eigenlijk aan de slag gaat. Je begint op de pagina My Profile. Hier noteer je naam, e-mailadres. Let zeker op dat de tijdzone juist staat. Toggle heeft de neiging om het Amerikaanse datumsysteem te presenteren. Wij gaan hier voor het Europese datumsysteem, dag, maand en jaar. Het tweede wat Toggle probeert te doen is het 12-uur systeem, AM/PM. Te gebruiken. Nee, dat zetten we op het 24-uur systeem. En wat je zeker ook moet doen is onderaan de taal op het Nederlands zetten. Sluit deze pagina niet zomaar, maar klik op de knop wijzigingen opslaan, want anders zijn deze instellingen allemaal gewist. Als dat klaar is, voeg je de namen in van je klanten. Op dit ogenblik heb ik twee klanten. Ik heb hier de klant Appaloosa en de klant Fitz Jacobs. En er zijn 7 projecten, één waar ik nog geen klant voor heb. Maar deze bovenste 6 die zijn verdeeld over die 2 reeds geregistreerde klanten. Om een nieuwe klant aan te maken, klik ik op de knop klanten. Klik op de knop nieuwe klant nog eens. En daarna op de knop klant aanmaken. Vervolgens ga ik een project toevoegen. Online gamen. Ik voeg een klant aan het project toe en ik klik op de knop opslaan. Vanaf nu is alles klaar om de tijdregistratie aan te zetten. Daarvoor klik ik op Home. Ik voeg de taak in die ik nu wil uitvoeren. En ik koppel deze taak aan een opdrachtgever en aan een project. Wanneer ik nu op de knop start klik, begint de tijd te lopen en wordt automatisch de seconden, de minuten, de uren bijgehouden die ik aan deze taak spendeer. Wil ik het onderbreken, klik ik op stop en wordt deze opdracht in de lijst gezet van vandaag. Ga ik verder, klik ik gewoon op doorgaan en er worden weer een aantal seconden, minuten bijgeteld die straks in het rapport worden opgenomen. Uiteraard kan ik een nieuwe taak aan dezelfde opdracht koppelen. Je kunt de werktijd op 2 manieren ingeven. Ofwel reken je helemaal op de timer, dan werk je in de blauwe balk. Dat heb ik daarnet gedemonstreerd, maar je kunt ook de tijd eventueel manueel ingeven zonder dat de timer eraan te pas komt. En dan werk je in de grijze balk. Wij kiezen hier voor Use Timer. In elk geval, al deze verschillende taken en opdrachten worden vastgelegd in de rapporten. Die bereik je hier via de knop Rapporten.
Je kan projectrapporten opvragen, dan krijg je een lijst van de taken die je hebt uitgevoerd voor de verschillende projecten. Werk je met verschillende users in Toggle, dan kun je het rapport per gebruiker opvragen. Je kunt een wekelijks rapport opvragen. En heel handig daarbij bij de projectrapporten zijn de filters. Als ik bijvoorbeeld alles wil zien wat ik voor Fietsje Jacobs heb gepresteerd, klik ik op Fietsje Jacobs, All Projects. En ik klik op de knop Toon. Vergeet vooral niet op de knop Toon te klikken, want anders wordt het rapport niet gegenereerd. Op deze manier zie ik wat ik voor deze opdrachtgever heb gepresteerd. Wanneer ik met de muisaanwijzer op een deel van de taart ga, dan lees ik perfect in uren en minuten af hoeveel tijd daar ik gespendeerd heb. Hier zie ik per dag wat ik gepresteerd heb voor deze klant en onderaan wordt een lijstje vastgehouden van alle deeltaken die ik voor dit project heb gepresteerd. Ik kan hetzelfde doen voor iedere klant en voor ieder project. Maar vergeet dus niet telkens op de knop Toon te klikken. Missen is menselijk en daarom kunnen we bepaalde tijdsregistraties toch wel aanpassen. Dat kan op twee manieren. Ofwel dubbelklik je hier onderaan op de tijdsinvoer. En dan krijg je hier een gedetailleerde weergave van de verschillende deeltaken. Als ik op de naam van de deeltaak klik, zie ik precies van wanneer tot wanneer ik het werk heb uitgevoerd en kan ik ook dit nog wijzigen. Ziezo. Vergeet weer niet op de knop opslaan te klikken en op die manier corrigeer je. Er is nog een tweede manier om te corrigeren. Dat is via de knop Home. Je kunt namelijk tekst finaliseren, 14 uur en 3 minuten, dat lijkt erg lang. Je kunt hier de starttijd, de stoptijd en ook de datum nog altijd wijzigen. Zo. In de homepage zie je een aantal taken die voorafgegaan worden door een dollarteken. Dat zijn de taken die factureerbaar zijn gezet. Degenen die niet worden voorafgegaan door een dollarteken, die worden niet aangerekend. De facturatiemogelijkheid of de tarifering is een eigenschap van Toggle Pro. Daarvoor betaal je $5 per maand. Na de eerste maand mag je dat gratis proberen. Om dat te gebruiken moet je eerst in de instellingen een werkomgeving aanmaken. En daar voeg je een standaard uurtarief in. Dit uurtarief kan natuurlijk verschillen volgens de klant of volgens het project. Als ik op de Workspace projecten klik, dan kan ik hier de verschillende tarieven nog aanpassen. Laten we zeggen dat ik voor kliks iets meer mag rekenen. Die mensen kijken niet op een euro. Ziezo. En vervolgens ga ik naar de homepage en daar beslis ik of ik de opdracht factureerbaar zet of niet. Hier heb ik er eentje die ik nog niet factureerbaar heb gezet. Ik klik daarop en daarna klik ik op de knop factureerbaar. Dit waren de belangrijkste aspecten van Toggle. Toggle heeft nog meer in zijn mars, vooral voor projecten waar je met verschillende mensen aan dezelfde taken werkt, aan dezelfde opdracht werkt. Maar daar moet je weer extra voor betalen. Ik wed dat je met de gratis versie al heel ver komt. Veel succes!